Het boek Daniël, hoofdstuk 3, het beeld van goud. Nadat Daniël Nebukadnezars droom tot in de bijzonderheid herhaalt en deze voor hem heeft uitgelegd, krijgen wij nu de beschrijving van het beeld dat de koning zelf in het dal van Dura heeft laten oprichten. Omdat de koning in zijn droom een beeld van een man gezien heeft, maken de meeste Bijbelverklaarders de afleiding dat dit beeld van goud ook het beeld van een man moet zijn. Maar het woord zegt ons nadrukkelijk dat Nebukadnezar een beeld van goud gemaakt heeft en niet die van een man. Het is jammer dat er zo'n gevolgtrekking gemaakt is, want dit heeft ervoor gezorgd dat veel mensen een verkeerde kijk op dit beeld hebben gekregen en de profetische uitleg, de ware betekenis van het belang, ging verloren. En wat daar in het dal van Dura heeft plaatsgevonden. De gelijkenis van goud. Het wordt algemeen berekend dat Nebukadnezar dit beeld ongeveer 23 jaar nadat hij de droom heeft gehad oprichtte. Deze tussenpoos is belangrijk. De bedoeling met dit beeld van goud heeft een belangrijke betrekking op de Babylonische economie. En de aanbidding daarvan heeft alle naties tot op het huidige ogenblik ten zeerste in hun macht. Dit brengt ons bij de vraag, wat was de gelijkenis van het beeld die de koning opgericht heeft en wat was de bedoeling daarvan? De Engelse vertaling die geeft aan dat het gaat om een golden column, een gouden kolom of pilaar. Moffat in zijn vertaling zegt een golden image. In een voetnota zegt de Companion Bijbel het volgende. Het kon niet een beeld van een menselijk wezen geweest zijn. De hoogte is niet in verband met de verhouding. Het is 1 tot 10 in plaats van 1 tot 6. Een tekening op schaal zal onmiddellijk de onmogelijkheid hiervan bewijzen. Tradities hebben besloten dat dit een menselijk figuur moest zijn en dit toen op een voetstuk geplaatst om de goede verhouding te krijgen. Maar in de tekst wordt helemaal niet gesproken van een voetstuk. Sommigen spreken zelfs van een borstbeeld op een voetstuk. Tekst en context. Laten wij de Bijbel toestaan om zichzelf te verklaren. Dan zullen wij niet op die plaats belanden waar sommige mensen dingen lezen in de Bijbel die er niet staan en weer andere dingen niet juist zien wat er staat. Met het gevolg dat er gevolgtrekkingen gemaakt worden die in het geheel niet stroken met de feiten. Het is echter moeilijk om deze traditionele opvatting met de ware feiten die er wel staan te weerleggen. De ene geleerde na de ander heeft de bevindingen en vertolking van de vorige aanvaard als dat van grote geleerdheid en gezag. Een ieder die een andere zienswijze heeft, wordt als aanmatigend beschouwd. De eerste reactie tot de nieuwe openbaring is om dit onvermijdelijk te verwerpen, omdat dit tegenstrijdig is met hun opvatting. Het beeld van goud. Nebukadnezar heeft geen beeld van een man opgericht en ook geen beeld van zichzelf. Het was geen beeld of gelijkenis, het was gewoon een pilaar of een kolom van goud met daarop het Babylonische gevleugelde schild. Deze kolom was ongeveer 30 meter hoog en ongeveer 3 meter breed. Het is mogelijk dat dit beeld symbolisch de mens voorstelt in opstand tegen God. Het zegt ook niet dat het beeld of kolom van puur goud was. Het is goed mogelijk dat het van iets anders gemaakt was
en met goud overtrokken. Er zijn in de Bijbel zulke gevallen te vinden, zoals bij de bouw van de tabernakel. In het tijdperk dat verstreken is tussen Nebukadnezars droom en de oprichting van dit beeld, heeft de koning al zijn veroveringen voltooid in de gehele toenmalige wereld. Het was noodzakelijk geworden dat de handelsbanden bevestigd moesten worden en een universeel geldstelsel moest algemeen aanvaard worden voor het gehele rijk. Waar kon men een betere manier krijgen om alles bij elkaar te brengen dan in Babel? Het was belangrijk voor al de provincies die verantwoordelijk zijn voor de handels- en commerciële activiteiten in het gehele Babylonische Rijk. Het ontstaan van de gouden standaard. Zoals Babel de grondslag van alle regeringsstelsels van de natie was, zo zou deze ook de standaard van het rijkdom van de natie bepalen. 2520 jaar geleden is in Babel de gouden standaard aangenomen en vanaf die tijd tot aan vandaag toe was dit het embleem en maatstaf van het geld, waarde en rijkdom. We hebben in onze vorige studie gezien dat het hoofd van goud in Nebukadnezars beeld het koninkrijk van Babel voorstelt. Dit heeft ook gediend als symbool van de rijkdom en wat de mens als rijkdom zou beschouwen van het gehele Babylonische stelsel totdat Jezus komt, die dit beeld totaal zal vernietigen en die zijn koninkrijk komt vestigen hier op aarde, waar de oproep tot de volkeren door Israël zal uitgaan, zoals we lezen in Jesaja 55 vers 1 en 2. O dorstige, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoor aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. Wanneer wij dus door de eeuwen heen tot vandaag toe en tot aan het einde van deze bedeling kijken naar het conflict tussen God en Satan en tussen het ware Israël en Babylon, dan is het ook synoniem met het conflict tussen het koninkrijk van God en Mammon, en dat is het geld. Wat op die dag in het dal van Dura gebeurd is, was dat Nebukadnezar de gouverneurs en administrateurs van alle departementen van zijn rijk bij elkaar heeft geroepen om het geld, zoals de gouden standaard, te erkennen als de god van deze wereld. Ik neem zeer zeker aan dat zij niet hebben begrepen wat zij aan het doen waren, zoals Nebukadnezar zelf niet ten volle de implicaties daarvan heeft voorzien. Wij moeten beseffen dat mensen en naties bestuurd worden door onzienlijke machten, zoals wij in Daniël 10 zullen uitleggen. Wij zullen zien dat elke heidense natie door zo'n overmacht of wereldheerschappij in de onzienlijke beheerd worden. Laatstgenoemde staan weer onder Satan zelf, die de god is van dit wereldstelsel. U kunt dat lezen in Lucas 4, vers 5 tot 8 en in Johannes 12, vers 31 en 2 Korinthe 4, vers 3 tot 4. Aan de andere kant staat Israël onder de God der legerscharen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de levende God. Israël is nog in een positie van nationale ongehoorzaamheid en leidt ook dus als gevolg daarvan. Eén daarvan is onze eigen verslaving onder Mammon, de god van deze wereld, onder Satan, die op die dag in het dal van Dura gekroond is en ambtelijk erkend wordt
en zich voor dit beeld neerbuigen, behalve de drie jonge Hebreeuwse mannen. De onttrouwing zal volledig geschieden wanneer dit stelsel vernietigd wordt bij de wederkomst van Jezus. Onze eigen wankele economie in onze tijd is deel van de laatste fase. Dit wordt volledig in ons boek Openbaring, hoofdstuk 18, beschreven. Wij gaan u meer bijzonderheden geven in de loop van deze studie en zullen de paragrafen vermelden. De aanbidding van het goud. Het decreet was uitgevaardigd dat wanneer de muziek begint te spelen, alle die bij elkaar geroepen waren, moesten neervallen en het beeld aanbidden. Het was goed mogelijk dat niet een ieder de Babylonische taal machtig was en daarom muziek ten gehore werd gebracht. Hun knielen voor het beeld zou hun erkenning zijn dat zij die dit beeldsymbool aanvaard hadden, want de bedreiging was zeer heftig. We lezen Daniël 3 vers 6. Een ieder die zich niet ter aarde werpt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. De aanvaarding van goud als de gouden standaard van rijkdom en waarde heeft alle naties dronken gevoerd van zijn macht. De gouden standaard is door de eeuwen heen aanbeden en geld is het gezochte geluk van onze tijd die door een ieder wordt begeerd. Het verkrijgen van rijkdom, macht en invloed is het grote streven van de mens in onze huidige economisch stelsel. Goud was de basis geworden waaraan alles gemeten wordt. Het beeld van goud dat in het dal van Dura is opgericht is het voorwerp van aanbidding in de handelswereld geworden. Vanaf die dag aan tot vandaag toe, goud meer als enig ander is de begeerlijkheid geworden bij de mens in zijn streven naar rijkdom. De koning van Babel is op die dag de vader geworden van de gouden standaard en de geboorte daarvan wordt door zijn symbool van 30 meter hoog in de lucht bevestigd. Goud heeft al meer dan 2520 jaar deze positie behouden en miljoenen mensen onder zijn macht vastgehouden. Rivieren van bloed hebben al gevloeid als gevolg van de menselijke aanbidding van goud. Dit is het Babylonische economische fundatie en monetair beleid en bestaat daaruit dat een kleine uitgezochte elite floreren ten koste van de massa. Het boek Openbaring beschrijft dit stelsel in al zijn economische bedrijvigheid. Zeer toepasselijk als het grote Babylon, zo lezen we dat in Openbaring 18 vers 2, dit is het stelsel dat door de Heer Jezus Mammon genoemd wordt en dat je niet van God en dat je niet God en geld kunt dienen. In één dag. Wij leven nu in de tijd van de totale afbraak en verbrokkeling van dit stelsel. Vandaar dat wij nu ernstige economische problemen hebben. Door het Babylonische stelsel van renten op renten wordt er een kleine groep mensen rijk ten koste van de massa. De insiders manipuleren alles om nog meer geld te maken. Dit doen zij door het knippen van een ooglid of met een vinger. Er bestaat een geweldig groot leger van slaven die elke dag zeer hard moeten werken in het zweet des aanschijns om een kleine groep lieden nog rijker te maken. Ja, om nog meer weelde te verkrijgen. Dit systeem hebben de communisten, socialisten en liberalisten gebruikt om het hart van de massa mee te winnen. De massa zijn geadresseerde slaven van dit systeem. Zij worden gehersenspoeld door massamedia.
maar men weet niet wat er achter de schermen afspeelt. Nu wordt de grote sociale democratie ons voorgehouden als de grote verlosser die hen uit de slavernij gaat verlossen. Tegen de tijd dat de gewone man erachter komt dat hij daarvan bevrijd zou worden, is hij al reeds dood of zo verslaafd dat hij nooit de hoop in zijn leven zal krijgen. Dat hebben wij gezien achter de zogenaamde ijzeren en bamboe gordijnen. Nee, de hoop voor het mensdom is de vernietiging van het Babylonische systeem, maar dat kan alleen de Heer Jezus Christus doen bij zijn wederkomst. We lezen daarom Openbaring 19 vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, en hij die daarop zat wordt genoemd getrouw en waarachtig, en hij velt het vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Een tijd van oordeel. Wij leven nu al in de tijd dat de oordelen van God over het Babylonische stelsel zullen komen. De Eerste Wereldoorlog 1914-18 maakte hiermee een begin. Hiermee begon de verwoesting van de economische hulpbronnen van de mens. Al de verkwisting en vernietiging die plaatsvonden gedurende de afgelopen wereldoorlog had de mens beter tot zijn voordeel kunnen benutten, dan zou er nu minder gebrek op aarde zijn geweest. Maar helaas, er is niet één menselijk systeem dat werkelijk vrede op de aarde kan brengen. Dit kan alleen het Rijk van God, oftewel het stenen koninkrijk in zijn volmaakte staat met Jezus, de Zoon van David, op de troon. Daarom leerde hij ons bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. We hebben ook in ons vorige hoofdstuk gezien hoe Nebukadnezars droombeeld met de Eerste Wereldoorlog 1914-18 begonnen is om af te brokkelen. In 1929 met de beruchte Wall Street Crash begon de Grote Depressie. Waarlijk, de sloop van het gouden beeld is begonnen en het Babylonische systeem kreeg zijn eerste inzinking. De economische problemen en financiële schokken kwamen met steeds minder tussenpozen en werden steeds intenser. Nu Wereldoorlog 3. Nog duidelijk herkenbaar aan de horizon is verschenen, als teken en einde van de politieke fase van de Babylonische opvolging van rijken, maar ook die van het economisch godsdienstige, toen al de hoofden van de in de tijd door Nebukadnezars beeld moesten toetsen, die moesten buigen. Dit betekent tevens dat zij hun ziel aan dit beeld overleverden. Zij hebben het aanbeden en begonnen dat te doen tot op de huidige dag. Maar alleen de Heere Jezus kan de mens verlossen. Dit beeld moet totaal vernietigd worden. Weinigen beseffen wat er precies gaat gebeuren. De zogenaamde groten van de aarde zullen proberen om te redden wat er te redden moet zijn. Maar zij moeten God zoeken, want daar is pas de redding voor hun ziel. Nu zult u het zeker begrijpen wat de Heer Jezus bedoelde toen hij gezegd heeft in Marcus 8, vers 36 tot 37. Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade lijden? Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Johannes verklaart in het boek Openbaring dat de val van het Babylonisch stelsel zal zijn als een grote molensteen die in het midden van een zee gegooid zal worden, die nooit meer boven komt drijven, maar veroorzaakt wel een vloedgolf die het land zal overstromen. Dit is tevens het beeld van de economische chaos die veroorzaakt zal worden wanneer de grote Babylon valt.
loof de Heer. Nou, dit zal de wereld weer opnieuw met een schone lei kunnen beginnen. Gevestigde belangen, bankinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, grote beleggingskantoren, alle rentedragende spaarstelsels en alle opgehoopte rijkdommen van welke aard dan ook zal worden weggevaagd. Laat ons eens over de rijke dwaas lezen in Lucas 12 vers 13 tot 21. Nuttig om te doen. Na de vernietiging van Babylon in al haar fases zal de weg worden geopend voor het koninkrijk van God op aarde in zijn volmaakte toestand. Dit sluit ook de instelling van een van God gegeven Israël-economie in. Dit is dan het oordeel die over Babylon en de grootte der aarde zal gaan. Dit kan elke dag beginnen. Gelukkig is de man of vrouw wiens rijkdom in de zekerheid van Gods koninkrijk is belegd. De beproeving in de vurige oven. Op die dag waren er in het dal van Dura een groep voorname mensen aanwezig. De proclamatie werd voorgelezen en alle stonden met ingehouden adem en wachten op het teken om zich voor dat beeld van goud neer te gaan buigen, om zodoende de gouden standaard van Nebukadnezars beeld van 30 meter hoog te erkennen. De muziek begon en grote menigte stond daar met deze te aanvaarden en om met deze mee te gaan aanbidden als een nieuwe god. Hiermee onderwierpen de hoge ambtenaren en de hoofden van de handelscommissie zich aan de bezigheden van het Babylonische Rijk en onderwierpen zich aan het bevel van de koning. Zij verbonden zichzelf vanaf die dag dat het goud voor altijd als standaard of maatstaf zou gelden. Drie mannen die weigeren om te buigen. Er was één wanklank in deze symfonie, want tussen al de onderdanen van Nebukadnezar die zich uitstrekte in aanbidding voor het beeld van goud, want de drie jonge mannen stonden rechtop en weigerden om deze standaard te aanvaarden, die Nebukadnezar had opgericht om te aanbidden. Deze drie bleven staan, terwijl de anderen zich voor de kolos neerbogen. Hierin liggen dezelfde karaktertrekken geopenbaard als toen zij weigerden om van het voorgezette koninklijk voedsel te eten. Er waren onmiddellijk Galdese mannen die hen bij de koning gingen aanklagen. Zij waren natuurlijk jaloers op hen, omdat zij zulke hoge plaatsen hadden gekregen tegenover hen. Zij begonnen hen te spioneren om hen op iets te betrappen, zodat zij hen bij de koning konden aanklagen en dat lukte. Zie hoofdstuk 3 vers 8 tot 12. De beschuldigers. Wij kijken nu naar de personen die deze beschuldigingen inbracht en wat hun verhouding met elkaar is. Het was duidelijk, ze waren goed ingelicht omtrent de drie jonge mannen, want zij wisten wat hun persoonlijke gewoonten waren en dat zij de goden van Babel niet aanbaden. En nu weigerden zij om op koningsbevel te gehoorzamen, om voor het gouden beeld te buigen en om deze te aanbidden. Dit optreden van deze drie mannen heeft de Galdeërs een wapen in handen gegeven waarna zij zo naarstig op zoek waren om hen voor de koning te kunnen aanklagen, zodat zij gestraft konden worden of zelfs de dood gebracht zouden worden. De gehele administratie van de provincie Babel was onder het bevel van Hannaja, dus Sadrach, en zijn twee vrienden. Zij konden niet verzocht of omgekocht worden op welk gebied ook wat verkeerd was. Dus zo liepen zij degene in de weg die oneerlijke handel
en met uitbuiting bezig waren, zoals het toen in Babel toeging en zoals het ook elke dag in elk heidensland gebruikelijk is. Het was voor deze drie godvrezende jonge mannen onmogelijk om niet in aanvaring te komen met een of andere hooggeplaatste ambtenaar. Dus de weigering om het bevel van de koning te gehoorzamen was een uitstekende gelegenheid voor hun vijanden en hebben er dan ook geen gras over laten groeien om daarvan gebruik te maken. Het is immers altijd zo en zo zal het altijd blijven bij de rechtvaardigen. David bijvoorbeeld heeft altijd met verraderlijkheid te maken gehad van diegenen die steeds voor hem op de loer lagen om hem een loer te draaien, toen hij gezegd heeft in Psalm 71, vers 10 en 11, want mijn vijanden spreken over mij, wie mijn leven belagen, beraadslagen, tezamen zeggen, God heeft hem verlaten, vervolgt en grijpt hem, want er is niemand die redt. De drie jonge mannen worden door de koning ontboden. De vijanden van deze drie mannen waren er zeker van dat zij een sterke zaak tegen hen in handen hadden. Nee, de koning zal zijn woede aan hen niet onthouden en deze gebood hen om onmiddellijk te verschijnen. Daniël 3, vers 13 en 14. Daarop gebood Nebukadnezar in toorn en grimmigheid Sadrak, Mesach en Abednego te halen. Toen die mannen voor de koning gebracht waren, nam Nebukadnezar het woord en zei dat hem, is het met opzet, Sadrak, Mesach en Abednego, dat gij mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet wilt aanbidden? Nebukadnezar herhaalde zijn bevel dat als zij niet gehoorzaamden, zij levend verbrand zouden worden in de vuuroven. De koning vertelde nog bij, en wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Dat staat in vers 15. Het egoïsme van de koning werd zelfs overtroffen door de moed en dapperheid die deze jongens aan de dag gelegd hebben. Zij zeiden onmiddellijk tegen de koning dat zij niet aan zijn bevel zouden toegeven. Zij geloofden dat hun God machtiger was dan de koning. Daniël 3, vers 16 en 17. Toen antwoordden Sadrak, Mesach en Abednego de koning Nebukadnezar. Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, o koning, bevrijden. Het was voor hen niet nodig om op de vraag van de koning een antwoord te geven waar hun God was die hen uit zijn hand zou kunnen verlossen. Want die God die zij dienden was machtig genoeg om hen uit konings hand en uit de vuuroven te verlossen. Maar let op de getuigenis van hun geloof. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Zo lezen we dat in vers 18. De profetische betekenis. Het standpunt van deze drie Hebreeuwse jonge mannen die zij innamen, is het standpunt dat het gehele volk, dus Israël, tegen dit Babylonische stelsel moet innemen. Het is een basisbeginsel van Gods verhouding tot de mens en andersom, dat wij door vele verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Zie Johannes 16 vers 33, Handelingen 14 vers 22. Wanneer u Psalm 91 bestudeert, zult u zien dat deze mooie psalm in een bijzonder betrekking heeft op de dagen waarin wij nu leven. Net zoals bij de drie jonge mannen die behouden werden door de vlammen van de vurige oven, omdat zij bereid waren om aan God getrouw te blijven tot in de dood als het nodig mocht blijken te zijn.
Zo zal de Heere ook in deze dagen die in de schuilplaats zitten van de Allerhoogste, dus in vers 1, bewaren van de schrik van de nacht, zoals het in vers 5 beschreven staat, en de pijl die des daags vliegt en de pest die in de donker wandelt, en het verderf dat op het midden van de dag verwoest, vers 6. Er waren 1000 aan jouw zijden en 10.000 aan jouw rechterhand vallen. Zo lezen wij dat in vers 7. Zoals de 3 jonge mannen wonderbaarlijk behouden werden uit de vuuroven, was dit een geweldige getuigenis voor deze heidense koning, die opnieuw moest bekennen dat de levende God de enige is die op een bovennatuurlijke manier kan behouden. Dit zal ook zo zijn voor de ware kinderen van God in de dagen van het vuuroordeel die over de gehele aarde gaan komen. Ook een getuigenis zal zijn tegenover de heidense overheden van deze dagen. Tevens zal dit ook een aansporing tot geloof zijn en standvastigheid voor menige wankelmoedigen en op de dag des Heren en in de benauwdheid van Jacob, zoals deze beschreven is in Jeremia 30. Zoals de 3 naar een toetsing verhoogd werden, zo zal diegene die samen met onze Heer Jezus verduren, samen met hem heersen. Dat schrijft Paulus aan Timotheus in zijn brief 2 Timotheus 2 vers 12. En die overwinning zullen samen en die overwinnen zullen samen met hem op zijn troon zitten. Zo staat in Openbaring 3 vers 21. In Openbaring 18 vers 24 beschrijft Johannes de onderdrukking en slavernij van het Babylonische economisch stelsel. Hij zegt, en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van alle die geslacht zijn op de aarde. Helaas aanbidden vele christenen het gouden beeld en hun arbeid en zwoegen met als doel voor ogen rijk te worden. Die dingen die zij verkrijgen zullen waardeloos worden op de grote en doorluchtige dag des Heren, wanneer deze in al zijn woede zal losbarsten. We lezen Jesaja 2 vers 19 tot 21. Dan kruipt men in de spilonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner majesteit, wanneer hij opstaat om de aarde te verschrikken. Te dien dagen zal de mens zijn zilver en gouden afgoden die hij zich gemaakt heeft om zich daarvoor neer te buigen voor de ratten en vleermuizen werpen. Bij zijn vlucht in de rotsholen en in de bergspleten vanwege de verschrikking des Heren en de luister zijner majesteit wanneer hij opstaat om de aarde te verschrikken. Door vuur getoetst. Niet alleen de enkeling moet weigeren om het beeld van goud te aanbidden, maar als volk moeten wij weigeren om Mammon te dienen en ons tot de levende God bekeren. Maar wanneer wij dit doen, zal de machten van de duisternis een vurige vervolging tegen ons in gang zetten. Want zij zullen vechten met alles wat zij bezitten om dit stelsel te behouden die natuurlijk de zeggenschap over de ziel van de mens zal geven en tevens de deugd en de reinheid van de vrouw. In hun handelsmarkten hebben zij de ziel van de mensen gebruikt. We lezen Openbaring 18 vers 12 en 13. Lading van goud, zilver, edelgesteenten en parelen, van fijn linnen, purper, zijden en scharlaken, allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, kameel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe, lastdieren, schapen, lading van paarden en wagens en van lichamen,
en let op, en zielen van mensen. Zij hebben daar heel veel profijt van gehad, omdat de mens het geld als God aanbidt. De drie jonge mannen weigerden om voor dit stelsel te buigen dat kwaad en corruptie voor het komende geslacht zou brengen. Maar het standpunt die zij ingenomen hadden, werd de grote vuurproef. We lezen Daniël 3 vers 19. Toen werd Nebukadnezar vervuld met gramschap en zijn gelaatsuitdrukking veranderde tegen Sadrak, Mesach en Abednego. Hij antwoordde en gebood dat men de oven 7 maal heter zou stoken dan gewoonlijk. Het is vandaag weer precies hetzelfde. Al meer en meer wordt er druk op ons uitgeoefend naarmate het Babylonische stelsel tot haar einden komt. Dit kan men zien in de beperking van de vrijheid op alle gebieden, zoals de boze machten al meer en meer zich toespitsen om Gods volk te reglementeren, om hen van bezittingen en persoonlijkheid te beroven. Zij worden zo opgejaagd aan alle kanten dat zij amper aan zichzelf kunnen denken. Zij worden zo geïndoctrineerd door de massamedia dat men het beetje vrije tijd dat men nog heeft steekt in sport, plezier, verdovende middelen en andere vergrijpen. Dit maakt deel uit van de laatste vuuroven die nu snel naderbij komt, waarin de vijand van Gods volk zullen pogen om hen totaal te vernietigen. Nebukadnezar was zo woedend dat hij bevel gaf om de oven 7 keer warmer te maken als dat nodig was. De hitte was zo intens dat de sterke mannen die de 3 in de oven moesten gooien zelf in brand vlogen. Daniëls 3 vrienden werden geboeid en brandend in de oven geworpen. Een geschrokken koning. Menselijk gesproken moesten de 3 jonge mannen onmiddellijk zijn verbrand en tot as zijn vergaan. Maar kijk in Daniël 3 vers 24 wat er gebeurde. Nebukadnezar was natuurlijk erg geschrokken toen hij de zoon van God samen met de 3 jonge mannen in het vuur zag rondlopen. Hij wist onmiddellijk dat hij met de levende God van doen had. Want die had hij uitgedaagd toen hij gezegd had: en wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Nebukadnezar zag meteen zijn dwaasheid in, zoals al de ondermijnende machten die de ondergang van Gods volk in die dagen gepland hadden, die zullen beseffen dat op de dag des Heren, wanneer hij zal opstaan om zijn volk te sparen. De Heilige van Israëls heeft zijn ogen al reeds op zijn volk gevestigd en de natie zullen zien wanneer zijn heerlijkheid in het midden van Israël verschijnen zal in de dagen van de benauwdheid van Jacob, wanneer hij komt om hen daaruit te redden. Zo staat dat geschreven in Jeremia 30 vers 7. Die dag dat de vuurovende brandde, dit was maar een voorbeeld van wat er in onze dagen gaat gebeuren. Diegenen die waarachtig voor God vaststaan, zoals deze 3 jonge mannen, zullen ook door vlammen van oordeel gaan die over de goddelozen uitgegoten zal worden, maar daar wel ongedeerd aan ontkomen. Dit zal voor de heidenen een van de bewijzen zijn dat er een levende God bestaat, zoals Nebukadnezar moest erkennen. Zo heeft in onze dagen het communisme, socialisme en andere ismen zich onroep beroemd om het christelijk geloof van de aarde te zullen uitdelgen. Zo'n heerlijk schriftgedeelte als Psalm 91 zal in die dagen ten volle vervuld worden. Daarom is het goed deze psalm is aandachtig door te lezen. Op de dag des Heren, wat een dag van wraak is over de heidenen,
zal ook het Babylonische stelsel verdwijnen zoals kaf door de wind verstrooid wordt. Zoals deze drie jonge mannen werd aangezegd dat zij in de oven zouden worden gegooid en door de vlammen verteerd zouden worden, zo zal het in deze tijd gaan voor diegenen die de vuren zullen aansteken om Israël te vernietigen. Deze zullen zelf door de vlammen verteerd worden. Wat een machtige boodschap is dit voor Gods volk, waarvan wij een deel zijn in deze dagen. Wordt het niet hoog tijd dat deze heerlijke waarheid wijd en breed uitgedragen moet worden om Gods ware volk Israël, om hen in deze dagen moed te geven? Maar wat krijgen wij? Deze prachtige waarheid wordt aan alle kanten aangevochten en onder verdenking geplaatst. Maar loof de Heere, zoals er een enkele Daniel of de drie jonge mannen waren in de juiste verhouding stonden met hun God en hem de gelegenheid gaven om zijn heerlijkheid te openbaren, zo zal het ook in onze dagen een klein kuddeke zijn. Wanneer een mens de Bijbel in dit licht van de Bijbel leest, dan wordt het een wonderbaarlijk boek op aarde. Uit het vuur. Toen Nebukadnezar uiteindelijk tot zichzelf kwam en de ware betekenis begon te beseffen van wat hij gezien had, dan lezen wij in Daniel 3 vers 26, toen trad Nebukadnezar op tot de deur van de brandende vuuroven toe en nam het woord en zeide: Sadrak, Mesach en Abednego, gij dienaars van de Allerhoogste God, treed naar buiten en kom hier. Toen kwamen Sadrak, Mesach en Abednego uit het vuur. De drie jonge mannen kwamen triomfantelijk uit de oven. Allen die daar op dat economisch congres bij elkaar waren, zagen het voor hun ogen gebeuren en waren verslagen. Het vuur had geen enkele uitwerking op deze drie jonge mannen gehad. Zelfs het haar op hun hoofd was niet geschroeid en aan hun kleren hing geen reuk van vuur. Zoals God deze drie jonge mannen bewaarde, zo zal de Heere zijn volk Israël in onze dagen van oordeel bewaren, wanneer de economische toestand volledig in elkaar zal storten. De kern van de vuuroven op aarde is al reeds in brand gestoken en de heidenen zullen in razende woede onder de directe inspiratie van Satan op ons toeslaan. Wij staan op de drempel van dit gebeuren. Mensen en naties zullen dan de God van Israël moeten erkennen en eren, zoals in het geval van Nebukadnezar de God van Sadrach, Mesach en Abednego vereerde en verklaarde dit voor alle hoogwaardigheidsbekleders, dat God zijn engel had gezonden om zijn dienstknechten te verlossen die zich op hem hadden verlaten en het bevel van de koning hadden genegeerd. Kom, laten wij ons volk oproepen tot dezelfde geloof en overgave aan de levende God, terwijl wij deze donkere dagen betreden die voor de deur staan. De koning heeft een bevel uitgevaardigd dat elk volk, natie of taal die oneerbiedig zou spreken over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken gehakt moest worden en dat van zijn huis een mesthoop gemaakt zou worden. De reden die de koning voor zo'n drastisch geval aanvoerde, was omdat er geen andere God is die zo verlossen kan. Zo lezen we dat in vers 29. De komende verlossing. Wij hebben in deze verlossing een vooruitblik gekregen van de grote verlossing die uiteindelijk zal komen wanneer God zijn volk volledig van alle verslaving en verdrukking zal verlossen. God heeft door Ezechiël laten weten, we lezen Ezechiël 39 vers 21 en 22, zo zal ik mijn heerlijkheid onder de volken brengen, en zullen alle volkeren het gericht zien dat ik voltrokken heb, en de hand die ik op hen heb gelegd. Het huis van Israël zal weten dat ik de Heer hun God ben, want vanaf die dag en voortaan. De koning van Babel,
heeft deze drie jonge mannen in hoge posities geplaatst. Op dezelfde wijze zal de Heere voor Israël en zij die een overwinnaarsleven geleid hebben, in hoge posities plaatsen en gezag geven over natiën. De profetie is daar vol mee. En vooral Jesaja, de hoofdstukken 60 tot 66, kan met grote vreugde doorgelezen worden. We lezen Jesaja 2, vers 2 tot 5. En het zal geschieden in de laatste der dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen trekken. En vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal recht spreken tussen volk en volk en recht spreken over natiën. Dan zullen zij een zwaard tot ploegscharen omsmeden en een speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht des Heren. Door Israël zal God de vrede over de gehele aarde laten verspreiden met de Heere Jezus op de troon van zijn vader David. Hij zal door Israël Gods volmaakte wet op aarde herstellen. Dus ook de economische wet waarvan het beeld van Nebukadnezar in het dal van Dura heeft laten oprichten, wat een directe uitdaging was. Maar nu is hij tot fijn stof verpulverd en door de wind, ja, en ook door de wind van de Heilige Geest, over het gehele land zal worden uitgestort. Dus die twee winden hebben een geweldige betekenis. De een vermaalde het beeld, er bleef niets meer van over, en die andere geest zal over heel Israël waaien, zodat Israël geestelijk zal herstellen. U kunt dat lezen in Ezechiël 39, vers 29. Maar daartegenover stond de steen die een berg was geworden en de gehele aarde vulde, zoals het in Daniël 2, vers 35 beschreven staat. Tot zover hoofdstuk 3 van het boek Daniël.